Met voorrust brengt Wesley Sonck-Genk met een fantastische vrije trap langszij. De Belgische topschutter lepelt de bal mooi over de muur. 1-1 is de ruststand. In de tweede helft zijn er kansen voor beide ploegen. Sonck mikt net naast en zo krijgen we verlengingen. Daarin zorgt Sonck met zijn tweede doelpunt van de avond voor de beslissing. De kopbal is perfect geplaatst. 2-1 is de eindstand. Genk gaat naar de kwartfinale. Wesley Sonck, na de gouden schoen, de titel. Nog maar eens een prijs dus voor Wesley Sonck. Gisteren kampioen geworden met Racing Genk. Zelf kreeg hij al de gouden schoen en is hij topschutter in eerste klasse. En nu verkiezen zijn collega-spelers hem dus tot profvoetballer van het jaar. Als ik in het begin van het jaar moet zeggen, dan had niemand dat geloofd. Maar als je jaar later bekijkt... heb ik eigenlijk als speler individueel en op collectief gebied gewoon alles gewonnen dit jaar. Niet echt het scorende type. Komt meedoen. Ze blijft op basis en hij kopt hem nog binnenop. Simons. Hij kopt hem binnen. Simons toch, hè? Sonck is het. Wesley Sonck. Ik dacht Simons, die stond ook in de buurt. Wesley Sonck, die doet het. Verheijen springend naast de bank. Wesley Sonck haalt zijn gram. Kijk eens aan. Dat gezicht van Wesley Sonck, dat kan hij koppen. Niet de grootste, maar wat een timing. En Nigmatulin treurend